terug naar de muziek. Ja. Lieve Hugo, want u noemde zijn naam ook heel even. Hugo Uiterlo. Ja. 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 Die was geen zanger. Nee, hij was drummer. Hugo was drummer. Je zou van me goed zien. Wat heeft mij gezegd? Toen Botai uit de band ging. Heeft mij dat gezegd? Dat weet ik. Uh-huh. Ja, maar hoe weet je dat je bent jong? Je hebt het gehoord. Ergens gelezen waarschijnlijk. Ja, 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 ja. Er was gewoon een sabotage. Er was gewoon een sabotage. Sabotage had ook in Uma Lobby. Daarom is Robbie Trissie zanger geworden. Robbie Trissie was geen zanger. Er was een sabotage. Want niet voor, want er niet dat Kono Goti de Koluku Sado doet. Ja, ja. Toen heb ik gezegd, Robbie Trissie, kom. Ik hoor Kor Giminanga, mijn neef, deze. Joe, Mighty Joe. Ja. Toen hebben wij twee gezongen. Zo begon u te zo zingen. Begon Robbie, zo begon Robbie Trissie. Oh, Robbie Trissie te zingen. Ja. En dat is ook gebeurd in dingen. Washboard. Nee, washboard. En ja. Wat was die sabotage daar dan? Een Mighty Botai en een, hoe heet die andere? Mighty Kusi. Ja. Die waren niet opkomen opdagen. Voor Shifa de Mauplei. Toen hij kon tegen Mike. Niet geoefend. Ja. En vanaf wat deed dat hij? Hij kon er een zanger. Ja. En hoe? Ik was daar. U was bij dat optreden? Ik was bij dat optreden in Para. In Para? Ja. Uh-huh. Was het een huisfeest of was publiek? Zou elkaar buiten sport. Excursie bij elkaar. Ja, excursie, ja. Ja. Dus de mannen kon en toen moest er worden opgetreden. Natuurlijk, ja. Je moest zo. Ja, ja. Anders, weet je, vroeger was het zo. Als Harold Braam zijn Ladjogo heeft, 2 weken, 3 weken en Uma Lobby niet genoemd heeft, Uma Lobby klaar. La Jogo. Magala se voor ma Jogo. Da mambar ala de optreden da Uma Lobby ne no kari, tak Uma Lobby play son apresi. 1 week, 2 week, 3 week. I klari. Weet je wat ik deed? Me organiseer ma sa, dan Afrodisi. Afrodisi di na ba, dan a minif. Ka me organiseer. 27 maart sa, kom ma Afrodisi liep 60 jaar. Gefeliciteerd. Oké, ze heeft veel met u meegemaakt. Ja, ja, maar Lieve Hugo is een van de grootste van Suriname geworden met de Kasiko. Ja. 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 En dan wijzen hoe die man zong ook, toch? Ja. Kijk, bij de trokkie was het niet uit van de borst. Maar hoor aan mij, kan mij zien. Maar Lieve Hugo, nou. Maar bij barrière uit. Dat geeft me de soms mij dat maar ik zal niet meer bar zo. Ja, ja, ja. Terwijl na inspiratie. Ja. Maar barrière uit later ik was daar één abuel kan ik samen ben doen. Terwijl voorzitter maar ben in de jaren samen zien. Maar die voor je ook niet. Ja, ja. Hij kwam eruit. Ja. Heeft hij die verandering gebracht op dat stuk dat voorzangers dus dat meer gingen doen? Ja, ja. Ja, ja, kwam van hem. Kwam van hem. Bij mij was het die Poku Pongo Pongo begon met een koor. Oké. Daarna kwam die voorzang. Terwijl vroeger voorzang, de strokkie en daarna koor. Maar Pongo Pongo, onze eerste plaat, is omgekeerd. Ja. Is juist omgekeerd. Daarom was het zo ingeslagen. Ook. En de tekst. Ja, ja. Was er al blaas in Pongo Pongo? Nee. Nog niet. Okay. We speelden alleen met gitaar. Oké. Okay. En toen in Nederland, Tilburg heb je 80% van de Surinamers die zijn van hier. Saramakarivier. En toen daar was, in Tilburg, hebben ze gezegd van luister, heren, we willen geen Uma Lobby met blaasinstrument. We willen authentieke Uma Lobby hebben. Authentieke Uma Lobby is niet met blaasinstrument. Dus alleen met drum en die... Drum, solo, gitaar, ja, basgitaar. Ja, ja, ja. Liederen als Teke Samama. Die had ook geen blaasinstrument erin.
blaasinstrument. Later, ook ja, dit gedeelte had ik niet bijgezegd. Er zijn twee jongens buiten Saint-Igoron die geblazen heeft. Calvin, die nu blaast voor Cosmos staat. Calvin, ja. En Chonakon. Chonakon had trompet geblazen. Op een paar van die platen. En Calvin, ook een paar. Die speelde ook voor Oma Lubi. En hij is een van onze best getalenteerde muzikanten. Wie? Calvin. Calvin. Ja. Mighty Philip was politieman. Mm-hmm. Ik was politieman. Mighty Philip heeft me gezegd, Luti, mijn leer aboy toetoon ladder. Voor Bloma Sax. Die meer aan mijn bakken. Aan improvisatie aan mijn psami. Ja. Ja. Hij doet het prima, man.